Zo, even een korte vlog-update voor Project A. De huisarts is vanmorgen geweest en die heb ik al een tijdje niet gezien. Ze vonden er goed uitzien. Anderen denken er anders over, maar die zien we natuurlijk dagelijks. Ze was tevreden. Nou, dat is mooi. De bloeddruk was wat gestegen. Sorry. Bloedprik hoeven we ook niet meer elke week te doen. Dat hebben we afgesproken nu één keer in de maand te doen. Mits ik echt een week heb dat ik dan van checken. Dan doen we het tussendoor. Maar in principe nu gewoon even één keer in de maand. En dan gewoon verder met de flow gaan zoals ik nu bezig ben. Op mijn eigen houtje. Ja, want hoe eigenwijs ik ook ben, maar zodra de artsen in het spel komen, duik ik weer naar beneden en dan gaat het bergafwaarts. En nu klim ik alleen maar op en dat willen we zo houden natuurlijk. Dus ja. Ja, wat betreft de pijnen, ja. Blijf balen. Maar ik heb ze niet meer zo elke nacht zo heftig. Kijk, ik heb wel elke nacht pijn, maar niet dat ik denk van... Nee. Het is echt één keer in de week dat ik echt kruip. Zeg maar. Of twee keer in de week. In plaats van elke dag. Dus dat scheelt dan wel weer. Maar goed, dit darmslijmvlies en die maag, ja. Ze zegt dat heeft zo lange tijd nodig. Ja, en het braak en de diarree, ja, dat gaat gewoon niet vanzelf over. Maar goed, nogmaals, ze is tevreden en ik ga zo door zoals ik nu doorga. Top. Worden we vrolijk van met deze zonnige dag. Oké. Nou ja, en we vloggen natuurlijk gewoon weer op onze privé-site verder. Hey, doei!